Op Pinterest zag ik de trend voor ombre gradient lips. Het is een heel erg een hype in Korea op dit moment. En mij leek het heel leuk om het te doen, maar ik heb mijn eigen draai eraan gegeven. Als je het filmpje hebt gezien hoe je gewoon lipstift long lasting kan maken, kan je zien dat ik meestal met meerdere kleuren werk om je mond wat voller te laten lijken. Dan ga ik nu super extreem. Ik ga de gradient lips doen, alleen dan andersom dan wat ze in Korea allemaal doen. Namelijk buiten donker, binnen licht, zodat je mond voller lijkt. Wat heb je nodig? Ik heb een camouflage stift gebruikt in mijn eigen huidtint van L'Oreal. Die is heel cremig, dus die kan je ook echt mooi als een lippenstift gebruiken. Ik krijg niet een hele droge, droge mond van. Als kleur heb ik Olay Flamingo van Bourjois. Ik ben heel erg fan van deze. Het is de Rouge Edition Velvet. Ze zijn mat. Ze zijn echt super mat en ze blijven heel erg goed zitten. Ik heb er echt al meer kleuren van. Als je nog niet een goede lippenstift hebt, koop die. Want het is echt fantastisch. Dat gebruik ik. Ik heb ook nog een nude kleur lippenstift. Weet je, die is nog van de Yves Rocher. Beige Austral. Geen idee. Een lippenkwastje. Een lippenpenseel. Ik heb een beetje een platte, zodat je mooi kan blenden. Ja, dat gebruik ik. En zorg ook dat je een tissue bij de hand hebt om je kwastje af te vegen. Want als je de donkere kleur gaat blenden en er zit er veel donker aan. Nou, dan wordt natuurlijk alles een egale kleur. Dus veeg af en toe te veel aan knalroze af. Zodat je mooi die lichte kleur ook houdt. Dus we beginnen met het opzetten van de lichte kleur in het midden van de mond. Dan, nu het kleurtje daarnaast. En dan naar buiten langs de knalkleur. Niet te veel, we gaan natuurlijk blenden. Als je het wil, kan je natuurlijk deze lijn eerst met het potloodje aanzetten, maar dat hoeft niet. Pas op dat je niet als automatisme zo je lippen over elkaar gaat wrijven, want dan is het helemaal geblend op de manier die je niet wil hebben. Dus hou je daar een beetje in. Nou, ga ik het in elkaar vervagen. Ik gebruik een plat lippenstiltje. Veeg hem ook af en toe schoon, zodat je dus niet alles in dezelfde kleur roze krijgt, maar dat je dus echt steeds de kleur blendt die je blenden wil. Niet dat je het roze verplaatst alleen. Ja, vind ik dat het dus in het midden wat te donker is geworden, dan kan ik er altijd nog een klein beetje licht overheen zetten. Hier nog iets te licht is, dus dan ga ik een heel klein beetje kleur erin zetten. Dan zeg ik het midden nog heel iets meer licht. Ietsje lichter bij doen.
een heel klein beetje vervagen. En dat zit. Gradient lips, op mijn manier, à la Emma. Je kan het dus veel subtieler maken. Je kan er een glossje overheen, dan gaat het glanzen. Je kan het gewoon nog meer blenden, dan hou je het subtieler. Maar dit is echt een beetje het wat strenge effect. Ik heb de rest gewoon heel natuurlijk gehouden. Ik kan natuurlijk ook mooi met een liner en wimpers en al die dingen doen. Wat je zelf het leukste vindt. Ik hoop dat je het leuk vindt. Laat weten wat je ervan vindt. Of je het nuttig vond of niet. En heb je vragen, laat het me weten. Bedankt voor het kijken. Nu heb ik het nog iets extremer gemaakt. Ik heb de mondhoeken nog donkerder gemaakt met een donkere cherry tint. En ik heb in het midden van mijn mond met een wit oogpotlood een streep gezet. En daaroverheen heb ik een zware gloss gezet. Dus je krijgt heel erg zo'n getekend tekenfilmmondje. Dat is ook leuk om je even te laten zien.